Het Zuid in Gent. Alles wordt afgebroken natuurlijk. Dat is. Zolang bestaat dat gebouw nog niet. Dat bestaat iets van in 1990. Zoiets. Ja, je kunt dat allemaal opzoeken in Google. Maar zolang bestaat dat nog niet. Als Willempoel wordt hier afgebroken, kijk naar de Zuid, aan het Zuidcentrum. Met de Kremkerk. De busstation. Vroeger was er nog een station van de treinen, een treinstation. Dat bestaat nog ergens in Zuidstationstraat. Zuidstationstraat, omdat daar vroeger de treinen waren, vroeger station daar aan de Zuid. Dat is ook allemaal afgebroken hoor, maar dat is lang geleden, dat is in het jaar 1950 of zoiets, dat is echt lang geleden. Want vroeger heeft er nog een dierentuin gestaan ook aan de Zuid. Een dierentuin, een circus ergens aan de Zuid, dat is ook allemaal aan het verbouwen. En dat bestaat nog allemaal, die circus, maar dat is aan het verbouwen. Alles wordt een beetje anders dan anders. Wat dat er gaat worden, dat weet ik nog niet. Dat ga ik ook opvolgen natuurlijk. Kijk, dat is de achterkant van de Zuid. Je ziet de winkelcentrum van aan de Zuid. De kranen, alles wordt afgebroken, zie je. Dat was vroeger, ja, 1990 was dat opgebouwd geweest. Het was administratie, kostte achter een paspoort gaan, achter rijbewijs, administratie. Wat dat nu gaat zijn, dat weet ik niet. Ik heb niet geen flauw idee van, maar het was eigenlijk een schoolgebouw, zeg. Maar ja, ik ben de buis niet. Kijk, dat is het Zuidpark hier, over het Zuidpark en het skaterspark van Berg. Mooi. En gaan dat is toch schuinen. Maar het wordt alles veranderd, hè. Alles wordt veranderd. Helaas. Geen kaas.